Ja, goedemorgen beste mensen. Morgen Captain Experience nummer 4. Hashtag nummer 4, om erbij te doen. Morgen hebben we een speciale gast aan tafel. En uiteraard zeggen mensen wel eens van, zit je niet te dicht bij die gast? Jongens, dit is al in eerder stadium opgenomen, dus maak u ze niet druk. We houden ons aan de 1,5 meter normaal gesproken als we apart zijn. Alleen dit is al in januari opgenomen. Maar we hebben een toptrainer uit het K1 gebeuren, uit het Muay Thai gebeuren en uit het Kyokushin Karate. Een van de beste trainers die ik ken en waar ik ook heel veel respect voor heb. Die het elke keer maar weer presteert om kampioenen voor te brengen. Hij heeft 48 man kampioen gemaakt. Zowel wereldkampioen, Nederlands kampioen, Europees kampioen. En hij is zelf Europees kampioen Kyokushin Karate geweest. En wereldkampioen Muay Thai. En ik zal u vertellen, we praten over een man die alles weet van deze sport. En we praten over even drie of vier vechters van hem die de absolute wereldtop makkelijk haalden. En als we dan hebben over Tyron Spong, voor mij de beste die we in Nederland ooit gehad hebben. We praten over Alice Overeem, we praten over Gilbert Ivel, de tijger. En we praten natuurlijk over Rest in Peace, Tarek El Idrisi, een van mijn favoriete jongens, die er niet meer is. Maar hij komt aan tafel, Lucien Carbin. En iedereen heeft er natuurlijk wel een naam of een gedachte bij Lucien. Bij de aanvang van al deze mooie sporten in Nederland en al deze begeleiding. Hebben we gisteren natuurlijk een stukje opgenomen van Pound. En daar kan iedereen zich de nek erover breken, zeg ik altijd. Maar we gaan elke week weer bij Pound gaan we een uitzending doen. En dan kan iedereen vragen stellen aan Captain Henk. En vragen maakt niet uit. Het kan over politiek zijn, kunnen vragen zijn. Over mijn privé kunnen vragen zijn. Over de wereldproblematiek, kan over corona zijn. U bekijkt het maar even. Wij selecteren de vragen uit. En uiteraard kunnen we ze niet allemaal beantwoorden. Maar we gaan er vrijdags weer een kleine draai aan geven, zodat Nederland weet wat we ervan vinden. Daar gaat het eigenlijk om. Kijk even, morgenmiddag 1600 uur, elke donderdag natuurlijk. Ik moet de voorgangers Michel van Oosterum, Ben Saunders en Jarno Harms moet ik even bedanken voor de fantastische uitzendingen die we al gehad hebben. En de kijkersaantal ook. Ik wil jullie bedanken voor het kijken alvast. En abonneer je even, want dan blijf je op de hoogte wat ik allemaal doe. En wat we met onze website doen. En onze website staan de mooiste artikelen op die je maar wil. www.captain1.com. En geloof me, we zijn aan het bottelen geslagen met de whisky. Die gaan ook online binnenkort. En er zijn heel veel mensen die hebben gereserveerd. En blijf rustig reserveren, want tot 200 kunnen we de reservering aan. En dan lukt het allemaal. Ik wens jullie een fantastische dag. Tot morgen. Het is mooi weer. Hou die 1,5 meter afstand. Zoals de regering dat zo mooi zegt. En ik ben er ook mee eens dat we het op deze manier in Nederland best nog wel redelijk voor elkaar hebben. Dat we naar het buitenland kijken. Dus nog een keer chapeau voor de aanvliegroute. We gaan na die tijd wel kijken of we kritisch kunnen zijn. Of dat we niet kritisch kunnen zijn. Of dat deze regering het heel goed heeft gedaan. Maar tot nu toe bevalt het mij prima. Tot ziens. Doei doei.